Glory. MenTV, een lift? Ja, zeker wel. Hè. Het is, ik ben altijd blij als ik dat nummer nu mag komen brengen. Het is een mooi, het is een eerbetoon aan mijn papa. En iedereen die dat er meer van wilt genieten, dat wens ik iedereen toe. Dus hoe meer ik dat kan delen, hoe gelukkiger ik word. Maar het was wel de eerste keer. Arno Glory, schiet me niet dood dat ik het zeg, hè, maar het klinkt een beetje heilig. Ja, eigenlijk wel. Het is een achternaam van mijn mama. En daarom dat ik hem heb gehouden, omdat het echt mijn achternaam is. Dus ik dacht, dat moet ik niet verder zoeken dan een artiestennaam natuurlijk. Hè. Dat is een beetje op lijf geschreven, sorry. Heel mooi gevonden trouwens. Kijk je hoofd niet meer. Vertel er eens iets over. Ja, mijn papa was er 10 jaar geleden aan bezig aan dat nummer. Nu tijdens de lockdown, omdat 10 jaar geleden was, dit jaar dat gestorven is. We waren aan het werken aan een eerbetoon en ik herinnerde mij dat er een nummer was waar hij aan bezig was. Maar ik dacht dat hij dat nooit had uitgebracht en dat was ook zo. En ik heb dat dan zo goed en zo slecht mogelijk proberen te herschrijven. En met muzikanten aan de slag gegaan die hem echt gekend hebben, vrienden van mij. En zo is dat project beginnen groeien en ontstaan. En zo zijn we uiteindelijk bij deze versie gekomen. En ik ben zo blij met alle aandacht dat het krijgt. Een paar weken in de Vlaamse Ultratop, dat ik niet helemaal niet gezien aankomen. Ik dacht, een mooie eerbetoon is alleen leuk, maar deze is fantastisch. Zit je nog in een verwerkingsproces? Ik praat heel graag over papa. We hebben allemaal een plaats kunnen geven, dus daarom ik vind het ook fantastisch om hem terug te herinneren, om zo dicht bij hem te zijn. Nee, ik geniet echt van elke seconde. En ja, nee, het is fantastisch wat hij gedaan heeft en het is fantastisch dat ik er nog iets mee kan doen. En ik denk dat het met een goedkeurend oog is dat hij naar ons project aan het kijken is. Oké, dankjewel. Ga het draaien. Dankjewel, fijne dag nog. Ja.